Een mooie editie was het, de 33ste marathon van Eindhoven. Met weer een record aantal hardlopers en rijendik publiek langs het parcours. En een bijzondere winnaar, de Keniaan Talam. Die startte als haas en er dus eigenlijk was om vooral de toplopers te helpen. Het is gewoon een hele goede atleet die hier in principe naartoe kwam als haas, tot 32, 35 kilometer. Maar de training ging zo enorm goed dat een paar weken geleden door zijn management contact was genomen met Mark Korsjes van, goh, stel dat hij zijn haaswerk goed doet, mag hij dan doorlopen? Dus is gezegd van, nou, dat is prima, hij heeft die toestemming voor. Ja, blijkbaar voelde zich heel erg goed en misschien ook wel de onbevangenheid, geen druk, niemand die van hem heel veel verwachtte. En je zou kunnen zeggen, eigenlijk stiekem lekker meegelopen. Maar hij heeft heel goed werk gedaan tot 35 kilometer. En daarna gewoon de wedstrijd gemaakt. Talam won in een tijd van 2 uur 6 minuten en 26 seconden. Geen toptijd, maar het ging ook even mis vlak voor de finish. Toen Talam na onjuiste aanwijzingen de verkeerde afslag nam. Beste Nederlander was Eindhovenaar Harm Sengers. Hij liep een nieuw persoonlijk record. Harm Sengers, de top 40. Kijk eens even. Hij is blij, hij is tevreden. 2, 19. 45, 46, 47 meter op de vloot. En dan klaar uit de Friesland, zonder en dan de Eindhovense marathon groeit, jaar op jaar. Dit jaar dus opnieuw record aantal lopers, 24.500 in totaal. En daarmee wordt de marathon steeds meer een evenement voor de recreant. Natuurlijk, die winnaar van de marathon krijgt relatief veel aandacht. Maar op dit moment lopen er bijna 10.000 man de halve marathon. En komen er nog 3.000 deelnemers aan de 10 kilometer. Dus we zijn eigenlijk nog niet eens op de helft. Dus het is gewoon weer een hartstikke mooi hardloopfeest voor zoveel mogelijk mensen binnen onze mogelijkheden. Tot nu toe verloopt dat prima. De marathon heeft dit jaar 180.000 bezoekers getrokken.